Het hebben van veel casino's heeft niet het gewenste aantal toeristen naar Suriname gebracht, zegt parlementariër Aziz Kumar Gayadin gisteren in de Nationale Assemblée. Gayadin vindt het daarom belangrijk dat er wordt gekeken naar de 20 vergunningen die er tot nu toe zijn uitgegeven voor de casino's. Bij de behandeling van de loterijwet stelde Gayadin voor dat het aantal wordt teruggebracht naar 17, waarbij er een bepaalde verdeling komt per district. Ook moet met elke casino die wordt neergezet de nodige ontwikkeling teweeg worden gebracht. Ewanica en de grensdistrict zijn maximaal 2, waarbij wij zouden kunnen praten over een investering van $10 miljoen. En hotel met kamers minimaal 75 kamers. En de overige districten maximaal 1. En daar zouden we ook kunnen praten over een investering van $7,5 miljoen. En een minimum aantal kamers van 60. Voorzitter, dat zou dan verder aangepast moeten worden. Ik denk dat het goed is dat we integrale benadering geven aan deze wet. En u begrijpt dat als we de nationale doelen van investeren, werk creëren, beleid maken, dat we vermijden dat kapitaal, zwart kapitaal geïnvesteerd wordt. Dat er toch economische ontwikkeling komt, dat er kostontwikkeling, werkgelegenheid wordt geschapen, dat goed daarop wordt ingespeeld. NDP-parlementariër Annie Sadi is bezorgd over casino's in de grensdistricten. Bij het nemen van besluiten moet de praktijk altijd in oogenschouw worden genomen. Casino's in de districten zullen alleen maar verloedering met zich meebrengen, meent de parlementariër. Districten, om dit ook bij te komen, hoe zal dat dan eruit zien? De controle. Als u nu nagaat, de vele vragen ook door geachte lid Ramdin, die vaak ook is aangegeven, hoe mensen verslaafd raken. En als we nu dan een voorstel hebben om na 17... Dan herhaal ik, wat gebeurt met de bestaande vergunningen? 2, over de districten, casino's. Voorzitter, ik heb een wrang gevoel voor de praktijk. Vooral de mensen die daar een bepaald inkomen hebben over het algemeen. Ja, plattelands, districten. Om dit ook bij te komen, hoe zal dat dan eruit zien? Daar maak ik me wel zorgen voor. Gayadin haalde aan dat ondernemers die een casino willen opzetten verplicht gesteld moeten worden om eveneens te investeren in een hotel.